spoelt het stof af, druppels hier in mijn gezicht. Het geeft mij de illusie van de nacht, ondanks het licht. Ik denk nog aan die droom. Zacht klinkt haar naam. Ze zoekt om zich heen. Dan ziet ze haar staan. Een groot geheim draag ik al zo lang met me mee. De rode draad in wat ik maar probeer. De nacht die maakt van dromen leven, zegt de wind. Jaren samen leek toen voor altijd en voor eeuwig. Jij en ik waren een team dat voor alles ging. Ondanks wat hobbels op ons pad leek de liefde die je had in dezelfde richting als die van mij. Want in deze zaal gebeurt van alles. En mijn naam is Miranda Melger. Ik ben programmacoördinator voor het Cultuurhuis. En enige tijd geleden zijn we begonnen met de jazz op de donderdag. Concert, een miniconcert en een sessie. Nou, eigenlijk doen we dit altijd, één keer in de maand dus, in het café beneden. Maar ja, we hebben nu een big band uitgenodigd. En dat past gewoon niet in het café. Dus ik dacht van, misschien ook meteen een leuke gelegenheid om jullie iets meer van het cultuurhuis te laten zien. Want voor de mensen die het niet weten, het is een cultuurhuis in de maak. We zijn er eigenlijk al een tijd mee bezig. Maar het duurde even, maar dan krijg je ook wat. Ja, toen krijgen we op deze etage krijgen we een mooie theaterzaal, 140 stoelen met tevens een filmfunctie. Er komen muziekrepetitieruimtes, er komen kunstateliers. En wat daar zit nog niet? Ja, er worden hele leuke dingen gedaan, kan ik u vertellen. En het duurt nog even, maar ik gok het eerste kwartaal 24 moet dat wel open zijn. Ik hoop het van harte. Ja. Maar goed, tot die tijd was mijn opdracht om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren, reuring. Mensen bekend te laten maken met het cultuurhuis en wat we eigenlijk er zijn een tijd gaan brengen. En ik moet u eerlijk zeggen, ik vind het steeds leuker worden. Ja, het wordt ook steeds drukker. Moet je kijken. Straks hangt u met de benen buiten de deur. Nee, voor jonge mensen, voor kinderen, voor nieuw talent, voor senioren aankomende zondag. Hele leuke dingen. Ik zou zeggen, kijkt u vooral op de website cultuurhuisalmerebuiten.nl, dan ziet u ons agenda. Even terug naar vanavond. De big band. En niet zomaar een big band, nee, een swing band. CKV Swing Band. En ik vind het een eer om jullie hier te hebben, want ik heb begrepen dat jullie alweer inmiddels 30 jaar bestaan. Ja. Kijk maar aan alsof je water ziet branden. Is het waar? Ja, toch? Oké. Hey, wiep. Dat dacht ik ook. Doen we later. Ik kan ook niet zeggen, er mag gedanst worden, sorry. Maar ik geef heel graag het woord zo meteen aan Wim. Misschien wil je nog wat vertellen. Na een prachtig concert van de Swing Band gaan we ook natuurlijk een sessie doen, waarbij u ook in de gelegenheid wordt gesteld om lekker
mee te zingen, mee te spelen. En de sessieband, ik weet niet of ze hier inmiddels aanwezig zijn, Dimitrios Kosmidis op drums, Kees Post op piano en Marisons op bassist. Ja, die is er nog niet. Ah, dat komt later, stel ik hem nog een keer voor. Ik wens u een hele genoeglijke avond. Dank u wel. Thank you.
dat jullie zo spontaan klappen voor de solisten. Dus Albert, sopraan zacht. Maarten, laat even zien, mooi zacht. Josje op de Noorse. Caroline op de vijf. Wachtrij. Wij zijn dus de CKV Swingband. In de huis dus het CKV de Kunstlinie. We repeteren daar elke dinsdagavond. En jaar in jaar uit. Ik doe nu 2 jaar. 35 jaar. Maar goed, met veel plezier. En zo af en toe dan vinden we het leuk om natuurlijk te laten horen wat we hebben ingestudeerd. Dus heel leuk dat jullie allemaal zijn gekomen. Dat het heel druk is geworden. Echt superleuke sfeer. En als jullie inderdaad denken, hey, goede solo, weet je wel, een applaus. Graag, mooi. We gaan door met een Braziliaans stukje. En dat heet Wando Samba. En dat is een feature voor onze drummer. Lucas. Thank you.
Ja, dit liedje kennen jullie natuurlijk wel. Mission Impossible. Hè? En Piet op de alt-saxofoon. Woe! Piet! Ja, de dwarsgeluid. En Lucas op de drums. Ik ga het even overnemen van Lucas. En dan gaan we door met een liedje dat heet van Sonny Rollins. Het heet Doxie. Gert, trombone. En Oswald op de tenor. Thank you.
Thank you.
stukje is van Mortensen. Van Mortensen. Hij van Mortensen. En ik ga voor jullie zingen. Moon
Joel. Oh. Just the way you are. Zijkant zijn, dat jullie dan een dansje kunnen maken. Dan wordt het volgende stuk van Sergio Mendes. Ja, Mendes. Masker na. Yeah, let's go. Thank you.
Kom heel lang. Ik hou alles zo. Echt is het eigenlijk nog veel erger, want de Village Vanguard in New York, waar op maandag altijd de Vanguard Jazz Band speelt. Meneer, ik kan u niet verstaan. Kan u niet verstaan? Het is, oh, wacht even. Hey. Ja, het is eigenlijk nog veel erger, dus in het echt, voor die jazzclubs in New York, weet je. In de Village Vanguard, waar ik wel eens ben geweest, er speelde een heel beroemd orkest, Ted Jones Mel Lewis Big Band. 70, 80 jaar. Hè? En dat was ook een big band. Eigenlijk een beetje, zo'n beetje dezelfde ja, aantal mensen als hier. En die speelden op een nog veel kleiner podium. Okay. Er zat een hele beroemde Mel Lewis, die zat helemaal achteraan. Dat vond ik wel heel raar. Nou, het volgende liedje is een lekker, ook een swingetje. Het is van de Meters. Het heet Sissy Strut. Wow. En Lucas speelt het intro.
gaan een beetje afsluiten. Hey. Zijn er nog mensen die een muziekinstrument spelen hier? Jammers? Jammers? Ja. We spelen Watermelon Man als laatst. Als je zit in een chorusje mee te spelen, dan mag dat. Niet te veel, niet te veel. Als een soort van overgang naar de jam session, dacht ik dat dat zou te doen. We spelen het in bass. Oh, er wordt hier gevraagd om gitaristen. Ja, dat weet ik dus wel lastig. Dan moet je even inprikken. Hier staat een gitaar versterken. Of versterken. Ik weet niet of je dat kan. No. Nou ja, zo. Dus bariton sax. Woe. Brigitte. Hey. Josje Knol. Nienke Otto. Piet. Otto. Gekke trombone. Jolande op klarinet. Albert op sopraan zat te komen. Pamelien op dwarsfluit. We hebben een speciale gast in het midden vandaag. Tom Bees. Erik Robert. De wachtwoorder van de drum. Elisabeth. Vleugel, maar ook. En de Rood. Wat een man. Dank je wel voor je handen. Nee, ik heb hem al paar. Sta maar zo. Thank you.
Dank jullie allemaal. Miranda, ik wil je heel erg hartelijk bedanken. En ik wil graag een hartelijk applaus over je voor Miranda. En hierom, omdat het best wel belangrijk is dat we dit soort avonden kunnen hebben met z'n allen. Want ik denk dat het belangrijk is voor ons allemaal. En voor het genot en spelen van muziek. En dat we samen zijn. En dat we samen lekker kunnen kletsen. En een borreltje kunnen drinken straks. Dus ik hoop dat jullie blijven komen, hè? Want Miranda, het gaat door. Ja, het gaat door. Elke derde donderdag van de maand? Nee, nou, het is een beetje. Want we zitten wel eens met een, bijvoorbeeld een Koningsdag. Een Koningsdag of iets, weet je wel. Ja, schande. Kijk gewoon lekker op de website. Schande. Ja. Dus het is al de derde of de vierde. Okay. Ik wil jullie heel, heel hartelijk danken allemaal. Super leuk dat jullie hier waren. Mag ik meteen van de gelegenheid gebruik maken? Ik heb mijn consumptiebon. Goed, even iets anders. We hebben hier ook altijd open podium, Wim. En ik ben altijd op zoek naar nieuw... Talenten. Talenten. Gewoon als je denkt van, ik kan heel goed spelen, zingen, spoken word, dansen. Het mag allemaal. Geef je dan ook gewoon op. En het niveau is eigenlijk, nou, als je denkt van, nou, ik ga nu vandaag gitaar spelen, dan gaat het niet lukken. Ben je iets verder en wil je gewoon iets uitproberen, kom dan gewoon hier. Ben je een comedian en ik denk van, ik heb een paar grappen, even kijken of ze wel lachen. Kom dat dan lekker bij ons doen, één keer in de maand, je kunt je opgeven. En dan plaatsen we je gewoon in een editie. Toevallig is morgen de volgende. En dat is wel grappig. Want hiernaast is de theatergroep aan het repeteren. Want zij hebben morgen hun voorstelling. Gaan ze tijdens open podium presenteren. Dus ze zijn super nerveus. Maar joh. Ja, even het volgende iets praktisch. Nou, zoals Wim al zei, even een ombouw. Swing bent eruit. Sessie bent erin. Dus wilt u even de benen strekken, drankje drinken. Naar het toilet. Moet u even nu doen, dan kunnen we... Nou, ik kan niet zeggen reserveer je stoel, maar kijk maar even gewoon. Ik zie u graag zo meteen terug.